Deze week in Achter de Schermen. Gaan we terug naar de schooltuinen. Gaan we op pad met mijn pa. En gaan we op bezoek bij filmsterkat Abba Tutu. We zijn in Amsterdam bij Catfertise met steracteur filmkat Abba Tutu. En Abba Tutu die ken ik al een tijdje. Ik heb namelijk de afgelopen jaren gewerkt aan De Wilde Stad. De Wilde Stad is een bioscoop natuurfilm over natuur in Amsterdam. En het verhaal wordt verteld vanuit de ogen van de kat Abba Tutu. Dus voor deze film ben ik heel veel met Abba Tutu onderweg geweest, op stap geweest. En hebben we op allerlei verschillende plekken gefilmd. En nu gaat Abba Tutu de verteller vertolken in een nieuw project waar wij mee bezig zijn over katten. En vandaag filmen we Abba Tutu als verteller. En we zetten hem een beetje neer als steracteur, oftewel als hele ervaren, wijze acteur. Dus hij ligt lekker lui in een grote stoel, haardvuurtje erbij, een beetje decadent aangekleed. Om zo een beetje een decadente, arrogante kat te krijgen. Wat heel belangrijk is met het filmen van dieren, en dat heb ik ook heel veel gemerkt bij De Wilde Stad, is van wij als mensen kijken normaal gesproken vanaf hoog op de wereld en op dieren. Terwijl zo'n kat bijvoorbeeld, die ziet de wereld vanuit veel lager. En het is dan van belang dat je ook met je camera blijft op dezelfde ooghoogte als in dit geval Abba Tutu, zodat je ook de wereld ziet zoals katten en zoals Abba Tutu dat dan waarneemt. En zo kom je veel meer in de belevingswereld ook van zo'n kat. We gaan vandaag een profielvideo filmen. En als je je afvraagt wat dat is, het is eigenlijk een video waarin het werk van bijvoorbeeld een monteur, een meubelmaker, maar kan bijvoorbeeld ook een tekstschrijver zijn, wordt uitgelegd door middel van wat cinematische beelden, waarin je bijvoorbeeld iemand aan het werk ziet. Nou, dit project is op dit moment nog helemaal in de voorbereidende fase. Het houdt in dat we al wel wat opnames doen om eventjes te checken van ja, wat is nu het stijltje? Wat is nou precies hoe we het willen aanvoelen? Wat vindt mijn vader van dat stijltje bijvoorbeeld? Met het doel om op die manier zo persoonlijk mogelijk een video in te steken, zonder dat het als een soort van online vlog of documentaire aan. Dus er wordt wat meer tijd genomen om beelden uit te lichten, om beelden te kadreren, om op die manier vervolgens het werk van iemand in beeld te brengen. En vandaag gaan we dat met niemand minder doen dan mijn eigen vader, want mijn vader maakt ledverlichting en wel van hout. Dus hij maakt houten lampen en hij verwerkt daar ledlicht in om op die manier gave lampen te bouwen. Opnames gingen vandaag top, hartstikke leuk. We hebben een beetje een mix opgenomen van dus documentaire-achtige vanaf de schouder shots en juist wat meer statief shots die wat statischer zijn en soms wat cinematischer aanvoelen. Uiteindelijk hebben we ervoor gekozen om dat laatste door de hele video te gaan verwerken, dus we gaan wat cinematischer filmen. Dus in het vervolg gaan we ook op pad met lichtapparatuur en een wat groter team om zo tot het gewenste eindresultaat te komen. Dus deze profielvideo wordt vervolgd. Wordt leuk! Wij zijn met heel veel apparatuur in de wereldberoemde schooltuin Blijdenstein voor een 100 jaar schooltuinenproject waar Sjoerd ook al voor onderweg is geweest. En vandaag, het is nu nog rustig, maar zometeen komen hier heel veel kinderen. En er komt een wereldberoemde chefkok met een ster en die gaat hier met een aantal kinderen met groenten uit hun schooltuintjes gaat hij een salade maken en dat gaan we volgen. En het wordt waarschijnlijk rennen, vliegen, duiken, springen, vallen, opstaan en weer doorgaan. Want hij heeft niet zo heel veel tijd en ze gaan toch en groenten plukken en eieren rapen en koken en opeten. Ja, binnenkort. Dus we gaan aan de slag. Het ging ontzettend goed. Het was inderdaad eventjes doorpoten. Maar het eindresultaat mag er volgens mij wezen. Wat een heel klein fijn zonnetje, dus heel mooi licht. Joris, de chefkok, die was super goed met de kinderen. Die kinderen waren super leuk, dus ik denk dat het heel leuk kan worden. Dus ik ben super benieuwd naar het eindresultaat.
Leuk dat je keek naar Achter de Schermen. Wil je op de hoogte blijven van onze laatste filmische avonturen? Vergeet je dan niet te abonneren. Tot volgende week!